Op zaterdag 6 oktober stelde volleybalclub MAVOC Mechelen zijn eerste damesploeg voor tijdens een thuiswedstrijd tegen VC Oudegem. Het werd een spannende wedstrijd, want beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Mechelen haalde een 3-1 zege. Een mooie start van een veelbelovend seizoen. Wij spraken voor aanvang van de wedstrijd met Stef Maas, de voorzitter van MAVOC. Meneer Maas, we maken deze reportage naar aanleiding van de persvoorstelling van de eerste divisie damesreeks B. Wat moet ik mij daar eigenlijk juist bij voorstellen? Wel, daarmee behoren wij tot 30, 40 beste ploegen in het Vlaamse volleyballandschap. De basis van de ploeg is eigenlijk heel wat jeugdmensen van bij ons die dat doorgegroeid zijn door de jaren heen. En jaar na jaar proberen wij in functie van de positie, spelverdeler, middenspeelster of hoekspeelster, mensen bij te zoeken, ofwel uit eigen jeugd, ofwel halen we ze elders. Maar we proberen wel een 70-30% regel te houden. Dus dat betekent 70 mensen van onze eigen opleiding en 30 eventueel van buitenaf. Hoe treden mensen toe tot de club? Wel, velen gaan via onze website www.mavoc.be en komen dan op 5-6-jarige leeftijd naar de volleybalschool Bewegingsschool en groeien zo door in alle jeugdcategorieën en komen zo in de seniorselectie terecht. Voor de club in het algemeen zou ik zeggen dat wij alles onder controle kunnen houden, want een club van 400 spelende leden is niet niks. Om dat allemaal rond te krijgen, financieel, administratief, sportief zowel, ook naar trainers toe, gediplomeerde trainers enzovoort. En wat onze eerste damesploeg betreft, hopen wij een top 3 te halen dit seizoen. De eerste set denk ik dat MAVOC zeker gaat winnen met 23-25, schat ik zo wat in. En ik denk ze zijn goed op weg om heel de match te winnen. De recepties zijn al beter dan vorige week. Hadden we minder goede recepties. Maar allez, een goede snelle start.